Een hele goede avond, dames en heren. Welkom weer. Ik heb iets nieuws, of in ieder geval, het is eigenlijk al heel lang te koop, maar ik heb hem nog nooit gehad. En dat is de Pink Edition van Red Bull. Een lange tijd geleden, maar vandaag ga ik hem proeven. Want mijn moeder heeft hem vandaag gevonden, eindelijk. En dus wat ik dus ga doen, is dat ik hem ook gewoon vandaag ga drinken. Ik ga hem proeven, ik ga een soort van review-achtig doen, wat ik er zelf van vind. Dus laat even weten wat jullie daarvan vinden. En laat ook even andere dingen weten wat jullie nog meer willen zien nu op YouTube en op andere dingen. Willen jullie meer dat ik reviews over producten ga doen of wat dan ook? Laat het even weten, dat zou ik super tof vinden. En dan gaan we gewoon lekker beginnen. Dus wat ik ga doen, dames en heren. Ik heb natuurlijk ook gewoon een video voor TikTok openstaan. Dus dat ben ik ook meteen aan het maken. Want anders moet ik hem dubbel maken. En dan heb ik niet zo heel veel zin in. Eigenlijk om heel eerlijk te zijn. Dus niet naar TikTok toe of naar jullie toe. Maar in ieder geval, dan snap je ook waarom. Dus wij gaan deze lekker proeven. Dus wat ik nu even ga doen, is hem openmaken. Ik hoop dat ik niet te hard ga. Het is een lange tijd dat ik weer een review heb gedaan. Dus ik ga kijken wat ik ervan vind. Het ruikt eigenlijk naar cassis. Daar komt het eigenlijk gewoon op neer. Daar ruikt hij naar. Het ruikt gewoon naar cassis. En wie weet, misschien smaakt het nog wel beter. Hij is wel lekker. Dus dat wil ik sowieso even zeggen tegen jullie. Hij is lekker. Nasmaak is ook lekker. Hij is toch iets anders, iets verfrissend. Maar is dit de hype waard geweest? Dat zou ik jullie vertellen. Ik zou zelf zeggen dat die hype niet waard is geweest. Maar daar mogen jullie natuurlijk zelf over oordelen. Laat het gewoon voornamelijk weten onder in de comments of in de reacties of wat dan ook. Ik vind hem lekker. Zou ik hem vaker halen? Als ik hem zie, ga ik hem wel halen. Want hij is wel gewoon lekker, dames en heren. Ik ga dan niet over die rij, hij is wel lekker. Maar voor de rest zou ik hem gewoon lekker proeven. Voor degenen die hem nog niet hebben geproefd, in Duitsland zou ik hem eerder halen dan in Nederland. Want in Nederland betaal je er bijna, volgens mij, bijna 7 euro voor. Of 7 euro voor mij dan. Volgens mij rond een euro of 3 of zo. En in Duitsland heeft mijn moeder hem vandaag gehad voor iets van 1,50 euro of zo. Dus ik zou je aanraden om gewoon lekker naar Duitsland toe te gaan en daar gewoon te halen. Maar dat is natuurlijk helemaal aan jullie. Hij smaakt goed, hij smaakt lekker. Ik zou hem aanraden. En als ik hem zie, dan zou ik hem wel vaker halen, maar wie weet. Komt er dan nog een video of wat dan ook. Dus dames en heren, ik zou zeggen, blijf volgen, blijf tuned. Even iets anders. Zoals jullie misschien al hebben gezien, heb ik van gisteren een post gedaan op Twitch. Of op YouTube. Alleen, ik moet daar over zeggen dat ik daar ben geschorst. Reden. Weet ik nog niet, want dat wordt niet echt bij gezegd wat de reden is waarom ik word geschorst. Maar in ieder geval, dus ik ben dus daarop geschorst op Twitch. Dus de enige mogelijkheid waarop ik in principe kan livestreamen is eigenlijk sowieso op TikTok en op YouTube. Dus ik zou zeggen, volg me daar. Hou het daar gewoon vooral in de gaten. Check sowieso al mijn social media zoals TikTok, of ja, TikTok, Instagram. Facebook ben ik ook een beetje meer aan het posten. Dus hou dat een beetje in de gaten, dames en heren. Net zoals Snapchat zou ik ook even lekker in de gaten houden. Daar post ik ook eigenlijk dagelijks. En eigenlijk een soort van vlog-ideetjes-achtige mensen. Dus dames en heren, ik zou zeggen, volg me ook gewoon op Snap. En zie wat je daar gaat zien. Maar in ieder geval, voor de mensen die hier op YouTube kijken. Ik zou zeggen, houd het in de gaten, zo checken. En ik hoop dat jullie daarmee genoeg een beetje weer opnieuw heb geüpdate. Want ja, zoals ik al zei, ik weet natuurlijk niet wanneer ik ga livestreamen. Maar nu ligt sowieso Twitch ligt nu sowieso voor 30 dagen eruit. Ik heb wel een bezwaar ingediend, maar ik weet niet wat daar nog uit gaat komen. Dus ik zou zeggen, hou mijn YouTube kanaal gewoon lekker in de gaten. En dan hoop ik jullie daar te zien bij de chat. En dan hoop ik dat ik weer snel live ben. En dan hoop ik jullie weer te zien bij een gloednieuwe live. En dan zeg ik zoals altijd, tot later!